Welkom bij een nieuwe video. De beste wensen voor 2024, want dit is de eerste video. Ik weet wel, het is eigenlijk al februari als die geplaatst wordt, maar toch bij deze. De beste wensen voor het nieuwe jaar. En nu snel de video in, want ik heb een heleboel updates wat je kan verwachten van Mowi in 24. Nou, eerst en vooral, en dat had ik vorig jaar ook al aangekondigd, de Groen Gazon Service. En wat houdt dat nou precies in? Aan de hand van enkele vragen komen we erachter hoe dat jouw gazonbehoefte is en hoe jouw tuin er op dit moment bij ligt. Aan de hand van die vragen stellen wij een persoonlijk advies op met een duidelijk productenpakket. Hierdoor krijg je altijd de juiste producten op het juiste moment in huis. Daarnaast begeleiden we je van A tot Z hoe je de producten moet gebruiken. Dus niet meer nadenken, je krijgt ze op het juiste moment en je weet exact hoe je ze moet gebruiken. Met als resultaat dat jouw gazon de beste zorg krijgt het hele jaar door. Nou, dat is dus echt iets om naar uit te kijken. Ik ben er zelf heel erg trots op hoe het eruit ziet. Ik krijg hele goede feedback van elk interview wat we hebben gedaan met klanten. Dus hou zeker goed de mailbox in de gaten, want we doen een exclusieve première voor onze vaste trouwe abonnees met een hele goede deal. Dus hou zeker goed de mail in de gaten. Kijk, ik weet dat gazon een heel belangrijk onderdeel is van Mowi. En ook eerlijk gezegd van mezelf. Maar dat is niet het enige wat in de tuin staat. Want in de tuin hebben we bijvoorbeeld ook struiken. En andere planten. Dus, je voelt het misschien al aankomen, Mowi gaat vanaf dit voorjaar kamerplanten en tuinplanten verkopen. Hagen, struiken, noem het maar op. Nou, we hebben deze winter samengezeten met lokale kwekers en daardoor kunnen we een super vers en gewoon een heel mooi assortiment aanbieden volgend jaar. Ook hiervoor goed de mail in de gaten houden, want dit komt ook in een van de volgende mails. Dan krijg je alle uitleg ervan en kan jij ook een kijkje gaan nemen. Zo ben jij er als eerste bij. Nou, omdat we wel eens vragen krijgen van welk product moet ik nu voor deze situatie gebruiken of wat moet ik daar doen, en ik krijg eigenlijk heel veel vragen erover. Dus zijn we gaan nadenken en hebben we deze winter een keuzehulp ontwikkeld. Dus vanaf het voorjaar kan je verwachten dat er een keuzehulp op de website staat, waardoor dat je heel makkelijk een vraag kan stellen. En we hebben de belofte dat je binnen 30 seconden een goed en strookend advies krijgt. Nou, dat zijn de grote nieuwigheden bij Mowi. En ja, ik hoop dat dat voldoet aan je verwachtingen. Maar het doel waarom dat we deze dingen hebben ontwikkeld is om de klantenervaring nog weer een beetje beter te maken. En om het hele proces nog wat soepeler te laten lopen. Zodat jij kan genieten van een mooie groene tuin. Vorig jaar heb ik ook al in de update gezegd aan het einde van het jaar dat de winter een moeilijke periode voor mij is. Puur persoonlijk, omdat ik hou ervan om lekker in de tuin bezig te zijn. En dit is nou niet het ideale weer om lekker bezig te zijn in de tuin. Maar we hebben wat sneeuw gehad, we hebben wat zon gehad, we hebben regen gehad, heel veel wind gehad. De dagen worden weer langer. Dus daarbij wordt het uitkijken naar de lente elke dag weer korter. Dus ik ben heel blij, we gaan weer de goede kant op. Dagen worden langer en dat is gewoon goed voor het gras. Dus dit jaar gaan we ook natuurlijk weer lekker de tuin in. Gaan we lekker maaien, gaan we allemaal nieuwe dingen doen. Doorzaaien, verticteren, noem de hele reutepteut maar op. Ik heb wel nog één leuk nieuwtje wat ik volgend jaar ga doen. Onze dochter die is nu 2, dus leek het ons wel leuk om aan een moestuin te beginnen. Daar heb ik hier een plekje voor. Even kijken. Ja, zoals je kan zien is het echt winter. Maar leuke dingen. Moestuin. Moestuin moet je altijd ver van tevoren plannen, dus we zijn er dit jaar op tijd bij. En zoals je kan zien ben ik hier ruimte aan het maken. Wacht, misschien kun je het zo beter zien. Ben ik wat ruimte aan het maken om hier 3 moestuinbakken neer te zetten. Ik heb gekozen voor bakken, want dat lijkt me wat makkelijker. Daarnaast hebben we hier een grote haag, waardoor de zon eigenlijk vrij snel weg is. En het is belangrijk dat de plantjes licht krijgen, net zoals voor gras. Maar dit is eigenlijk een hele mooie zuidwestenkant, waardoor dat het mooi zon krijgt, zeker in de zomer, dikke 7 tot 8 uur aan licht. Dus ja, ik ben heel benieuwd. 3 moestuinbakken, wat gaan we maken? Ja, standaard dingen. Radijsjes, worteltjes, tomaten, komkommer. Andere leuke klimplanten zoals bonen. Nou, ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. En ja, zoals ik zei, ik denk dat het gewoon een hartstikke leuk project is voor, om samen te doen met ons dochtertje van 2. Ik hoop dat ik van de zomer wat lekkers op tafel kan toveren. Dat is voor deze video. Zoals je voelt, ik ben al heel enthousiast voor de lente. Laat het maar komen. Mooi weer, langere dagen. En vooral lekker naar buiten. Bedankt voor het kijken en ik zie jou weer in de volgende video.